Hallo kijkers en kijkers, voor een nieuwe video van FIFA 20 Gent carrière mode. En ik ben van plan om een kleine verandering te doen in deze carrière mode. Ik ben nog enkel van plan om wedstrijden te gaan simuleren, dus ja, we gaan geen wedstrijden meer spelen. Zo kunnen we heel snel door het seizoen heen gaan en mijn controller is toch even stuk. We winnen dan net met 2-1. Dat is mooi. We zullen wel zien wat het wordt. Waarschijnlijk verliezen we dit. Ah, het is gelijk. Kan ook gebeuren. Raman Bezos mag wel weg, dus pot accepteren. Nu is het een keer tijd voor een wedstrijd in de Champions League voorronde. Hopelijk kunnen we ons kwalificeren voor het echte Champions League. Maar dan moeten we wel dit hier winnen. Naartoe ook met 3-1 alleen. En gaat dus wel geblesseerd. Oh, 2 dagen maar. Ik ga misschien proberen om Thomas Meunier naar Gent te halen. Ik ga niet hoger gaan als 24, maar laat eerst 22 proberen. Oké, ga ik mee akkoord. Dus er is kans dat Meunier van Juventus naar hier komt. Dus hopelijk gaat hij daarmee akkoord. Welkom. Dus Meunier is al onze nieuwe aanwinst. Ik ga Meunier al direct gebruiken tegen de wedstrijd tegen Zoltewaregem. Die zal hem wel moeten winnen. En we winnen ook met het kleinste verschil door een goal van Nessers. Oeh, spannend. We hadden de thuiswedstrijd al met 3-1 gewonnen, dus dit moet te doen zijn. En we spelen 2-2. Maar een van ons is wel geblesseerd, dus gaan we even kijken. Ik denk dat dit nog lastig is. Oh, we winnen nog. Met 1-2. Oh jee, Champions League tegen Marseille. Dit is lastig. Hopelijk winnen we dit. Tegen Marseille, het zware Marseille. We spelen 1-1 gelijk. Maar dit klopt waarschijnlijk toch niet goed af, maar we zien wel. Het woord. Met B-elftal spelen we. Oh, net 2-1. Even zien wat het woord dit. Ai, we verliezen net met 2-1, dus geen Champions League, maar geen zorgen. Dan kunnen we gewoon nog in Europa voetballen. Even onderhandelen, want dat is wel een heel hoog bedrag. Nieuwe spelersom voorstellen. Laten we proberen om 48 miljoen te vragen. Even zien of ze daarmee akkoord gaan. Dat is wel veel voor hem. Ze gaan akkoord. Wow, dat is wel veel dan dat we zullen krijgen. Voor David, maar het is toch niet zeker of de transfer doorgaat. Het wordt dan waarschijnlijk de laatste wedstrijd voor David. Bij ons team en we winnen dan met 0-2. Oké, David is verkocht. Even terugtrekken uit het team van Canada, want daar heb ik nu even geen zin meer in Canada te besturen. Maar met die transfergeld heb ik al een idee voor een speler die ik misschien kan halen en dat is Dennis Praat. Ik ga proberen op 16 miljoen. Daar gaan ze mee akkoord. Oké, welkom in ons team Dennis Praat. Nu nog zien een spits misschien. Wout Weghorst, Traoré dan. Die moet wel lukken. Een speler met veel potentie. Tweeënhalf miljoen. Moet wel te doen zijn, denk ik. Ja, gaan ze mee akkoord.
niet zo goed. Oké, dus dit was dan onze transfers. Laten we gewoon verder simuleren. Hans van Aken en Vormer gaan weg van Brugge. Vormer. Waar is Ruud Vormer nu? Hij zit nu in Spanje. En Van Aken, Voktien is hij gejoined. Borussia Gladbach, of zoiets. We gaan als training ook nu nog Traoré natuurlijk bij toevoegen. Ik weet niet wat het zou gaan worden. Ik denk 2-0 of zo. Zelfs 3-0. Maar Meunier krijgt wel een rode kaart. En dan is de volgende wedstrijd dan in de Europa League. Maar ja, dat zie je dan in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. En als dat zo is, laat dan een blauw duimpje achter. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.